Joy Alancee, zesde plek op de 1000 meter van de Jeugd Olympische Spelen. Ben je daar tevreden mee? Ja, ik ben er zeker wel tevreden mee. Ik had wel gehoopt dat ik een beetje bovenin mee kon rijden. Maar ik had best een gunstige rit in de heat, op de kwartfinale. En die kwam ik gewoon goed door. De halve finale was wel wat minder, ik reageerde wat traag. Maar deze rit heb ik gewoon weer prima gereden. En ik kon hem mooi dicht houden en ik werd tweede in de B-finale. In de heats en de halve finale pakte je meteen de kop. Was dat een bewuste strategie? In de halve finale wel. Want het was eigenlijk het plan dat ik zoveel mogelijk alles zou dicht houden. En dan misschien nog door zou komen, maar dat lukt helaas niet. In de heats zou ik iets langer wachten, maar als ik op kop kwam was het ook geen probleem. En daarna zou ik doorbouwen en dat kon ik mooi volhouden. Toen kwam ik als eerste en in de halve finale kwamen ze te hard over mij heen. Waardoor ik eigenlijk meteen op 3, 4 en naar achter zakte, zeg maar. Toen mocht je in de B-finale om de zesde plek, om de vijfde plaats. Wat was jouw plan in die wedstrijd? Ik moest zorgen dat ik voorin zat. Het ging niet helemaal. Ik wilde tweede liggen, maar ik kwam op derde positie. Op een gegeven moment kreeg ik een seintje van Dave dat ik naar voren moest. En dat deed ik heel mooi en ik liet me niet wegzetten, want ik kreeg nog even een beuk. Toen dacht ik juist, nu moet ik doorgaan. En toen probeerde ik even nog te ontspannen. Toen kwam die Chinees over me heen. En toen kon ik alleen nog maar volgen en was het een kwestie van twee uit, zodat ik wel mijn snelheid zou behouden. Toen eindigde ik tweede en dus zesde. Het zijn de Jeugd Olympische Spelen. Brengt dat een andere spanning met zich mee dan een andere wedstrijd voor jou? In de heats had ik wel echt even zware spanning, want ik wist dat de heat haalbaar was. En toen ging er toch wat meer druk op mij staan dan dat als ik met een Koreaan of een Chinees had gezeten. Maar toen kreeg ik nog even een soort opbeurs speech van Dave en die zei, je moet gewoon even rustig blijven en ontspannen. En dat lukte wel, maar het is wel anders, maar ook weer niet, want je rijdt maar 3 keer op een dag en je bent toch eigenlijk de hele dag bezig met je wedstrijd. Dus het gaat wel anders, maar het is wel enorm vet om hier te rijden. En nu vol vertrouwen naar de 500 meter? Ja, eigenlijk wel. Want ik weet dat de 500 meter nu ook, dat ik die ook goed kan rijden nu. En ik hoop dat ik daar ook de heats door kan komen. En dan in de halve finale gewoon kijken waar het schip strandt.